zeg maar. Ja. Het is zondagmiddag. De datum ben ik even kwijt, maar het is rond 4:30 en we vieren 12:04. Ik heb het al bijna 5 uur is. We begonnen al later en het is heel voorbij. De scheidsrechter had niet zo zin in om haast te maken vandaag. Dus nee. Het is een latertje geworden, maar ja. Nou ja, we hebben ze in ieder geval weer mee de punten. En ja, heel blij met het resultaat en ook heel veel goede dingen gezien. Ja. Rijen RBC voor de goede orde, 1-4 dames en heren, na 0-1 ruststand. Wat voor wedstrijd was het? Nou ja, zoals vorige week, we zeiden hele slechte eerste helft, hele goede tweede. Ik vond eigenlijk dat we de eerste helft het eigenlijk hartstikke goed deden. Alleen totaal niet in de problemen. Heren, meester, scoren, goede goal, 1-0. Heel vaak doorgekomen, net de voorzetten, geen goede bezetting voor de goal. Maar ik had het idee van, nou, we waren echt heren, meester. En de tweede helft begint en ineens zijn we de grip kwijt. Een kwartier lang. Hè? En vorige week was het andersom. Nou ja, gelukkig herstellen we het. Alleen ja, de eerste helft was nu in mijn ogen gewoon heel goed. Heel veel goede dingen gezien. En we zeiden ook, ja, jongens, wij gaan geen goal tegenkrijgen vandaag. Ja. We staan zo goed. Ja. Alleen in de tweede helft ja, wordt het ineens toch paniekerig. Hè. Nou, dan moet je wisselen met Lars de Voogd, zeg maar, die het eigenlijk heel goed deed de eerste helft. Die gaat eraf, dus dan verandert het weer wat. En ja, uiteindelijk hebben we weer onze rug gerecht vandaag. En dat is heel belangrijk. Alleen we hebben toch weer een iets mindere fase in de wedstrijd gehad. En dat moet er zoveel mogelijk uit. Ja. Ja, die middelfase hebben wij ook gezien inderdaad, vlak na rust. Die jongen die hem erin schoot van Rijen, ik ken zijn naam niet, wel een handige jongen. Nee, absoluut, een hele handige voetballer. Maar als je hem dan niet ziet komen, dan denkt iedereen van waarom zit hij op de bank. Ja. Dat denk ik dan ook van. Ja, kennelijk was hij geblesseerd geweest. Ja, nee, maar dat is wel een jongen die het verschil maakt. Hè. Ja. We hebben ze goed geanalyseerd. Mijn vader heeft ze bekeken. En nou ja, de nummer 8, linkshalf, wisten we goed. Lastige spits, wist eigenlijk alles. Een rechtsback die opkomt. Ja. Alleen deze, die hadden we er niet tussen zitten, deze speler. Nee, maar dat was een hele handige jongen. En het enige wat we verkeerd deden is dat we Marwan in een te grote ruimte 1-op-1 liep spelen. En als je dan rugdekking aan elkaar geeft, dan kan je ook zo iemand redelijk makkelijk verdedigen. Dus dat hebben we niet goed gedaan. Ja. Alleen ja, daarna hebben we het gewoon goed opgepakt. En, De 0-1 die was van, help me even. Giovanni Moeland natuurlijk. Die verre krul aan de kruising. Ja, prachtige goal, prachtige goal. Ja, absoluut. Fantastische goal. Ik kwam even niet op de naam, maar het was echt een fantastische goal. Inderdaad, 1-1 vlak na rust. Vlak daarvoor of vlak daarna was er een moment met Gerson die door was. De scheidsrechter gaf geel. Kon jij goed zien wat er gebeurde? En had jij het idee dat geel op zijn plek was? KVB kijkt mee. Ik wil niet te veel negatieve dingen over scheidsrechter, maar ik heb bij heel veel kaarten vandaag het gevoel gehad dat of de hele manier geen moest zijn of de verkeerde kleur. Ik ga daar verder niet over beginnen, maar in mijn ogen was hij gewoon doorgebroken alleen op de keeper. Ja, dan is het een rode kaart. Nou, hij geeft hem niet, zijn we niet mee bezig, maar als dat de wedstrijd had beïnvloed op het einde en we hadden niet gewonnen, dan zijn dat wel momenten die je gaat meenemen en waar je frustratie over krijgt. En die win je. We kunnen heel makkelijk overeen stappen. Ja, mijn ogen is, als Pisas alleen doorgebroken is, die haal je niet meer terug. Dan is het ook gewoon een rode kaart, net buiten de 16. Ja. En we hebben ook heel veel kaarten gekregen voor praten en van tevoren gezegd niet doen, alleen die jongens zeiden ook, we zeiden eigenlijk niks of vroeg iets en dan dat is zonde, maar daar ga je later last van krijgen in de competitie met al deze kaarten. Dus. Nou ja, wie dan zorgt. Er was even later een moment met Pisas en zijn directe tegenstander en het was net of hij bij hun allebei tegelijk een hamstring schoot. Ik zag eerst de speler van Rijen, die zag ik stoppen met lopen midden in een aanval en ik denk nou Gerson, dan loop je er gewoon langs en dan pak je hem. Maar die had precies hetzelfde, dus het schoot in zijn hamstring. Ik had het eerder bij de jongen erg was, want hij kon ook zelf van het veld af en die jongen, ik denk, die scheurde echt wat af. Maar Gerson schoot het ook een beetje erin. Alleen, hij moet kijken wat de schade is. Alleen, hij kon gewoon het veld aflopen. Dus het is niet afgescheurd, maar ik denk dat hij wel een verrekkingje heeft opgelopen. Zo zie je maar. Hè. Vandaag ook missen we heel wat mensen. En Imran Essambit meldt zich vanochtend nog ziek af. Martavi niet, Randy Els niet. Ja, kijk wat we hebben, wat er weer bij komt en wat erin komt. En dat is de kracht van onze selectie. Ja. Dat iedereen zijn kansen krijgt en iedereen zijn steentje bijdraagt. En dat heeft vandaag ook weer verschil gemaakt dat andere jongens erin moeten. Taya Blakbier vond ik mega dreigend vandaag heel goed spelen. En dat zijn allemaal jongens die we ook hebben als anderen er niet zijn. Dus ik ben heel blij met de selectie zoals we die hebben. En de jongens die het allemaal kunnen invullen. Ja, want je moest wisselen. Kruf kwam erin. Nou, die schiet er meteen 2 in voor je. Dat is wel lekker. Nou ja, bedoel, hij heeft zichzelf al de sultan van de 16 genoemd. Ja, dan moet je ook laten zien dat je de sultan van de 16 bent. Alle vertrouwen in dat hij zijn goals gemaakt in de voorbereiding gezien. En het is de eerste moet vallen en dan gaan ze. Ja, een geweldig moment om voor ons op het dode punt die goals te maken. Daar heeft hij ons enorm mee geholpen. Maar dat wij alle vertrouwen in alle staf dat hij zijn doelpunt ging maken in de competitie. Dat stond vast, want dat zien we altijd op de training en hebben we in de voorbereiding gezien. En nu ben ik ook blij, want het geeft hem zelf ook het gevoel van oké, kan het nog. Dus, dat is de Van Nistelrooy theorie, de ketchup. De ketchup theorie, die ketchup theorie is wel vaker naar boven gehaald. Ja. Hij ook, als hij eerst helemaal valt, nou zo snel de tweede gelijk erachteraan. Ik ben er heel blij mee, voor hemzelf ook, dat hij nu echt het gevoel heeft van hij is binnen. En,
die gaan nog veel goals maken voor ons. Ja. Nou, laten we het hopen. Dan hebben we aan het einde breekt Marwan nog een keertje door, denk ik dat het was. En die trekt hem terug. En Moeland die tikte 1-4 binnen. Geflatteerd? Of vond je het een goede weerspiegeling van de kracht? Nou, ja, over de hele wedstrijd gezien denk ik dat we zeker beter waren. Buiten een fase van 20 minuten in de tweede helft niet. 1-4 is misschien wel geflatteerd. Op basis van de eerste helft vond ik niet, want toen vond ik ons heer en meester. Qua kanskeren. Ja, een 1-3 was misschien meer op zijn plaats geweest. Ja. Er was een beetje veel om te groeien. Ja. Maar ja, ik heb meester Marwan heb gezegd, verdedigend alles op orde. Heel graag naar voren. Ja, toch de laatste minuut denk je toch, ik ga een keertje mee. Dus nee, wel mooi. En ja, die heeft natuurlijk vorige keer ook niet gespeeld. Die speelt nu en die doet het hartstikke goed. Dus, dus ik ben blij dat de jongens het allemaal zo positief oppakken. Ook als ze een keer ernaast staan en ze spelen weer. Ze doen gewoon hun ding voor de ploeg. En ja, die kracht, dan blijf je veel wedstrijden winnen. En dan kunnen we een eind komen. Hey, volgende week Cluzo naar thuis. Gerson valt uit. Als ik jou zo hoor, dan zal die misschien lastig worden voor volgende week. Randy speelt daar niet, Anwar niet. Hoe ziet het eruit voor volgende week? Nou, Anwar die heeft donderdag met de fysio getraind. Allemaal goed gegaan en die heeft zo zijn rust genomen dat hij dinsdag weer volledig kan aansluiten. Randy ook eigenlijk aangegeven dat hij dinsdag wel weer aan kan sluiten. Dus ja, komende week kijken hoe de training gaat, maar de planning is dat zij allebei weer aansluiten. En ja, dan heb je weer genoeg smaken zeg maar voor volgende week. En dat is nu ook gebleken. En ja, als iemand niet meer ziek is, hebben we die ook nog erbij. Dus ja, we hebben genoeg keuze. Moe Idrissi valt vandaag goed in. Dus ja, er kloppen jongens op de deur. Ja. En ja, ik maak me nooit zorgen. Al, ik mis er 4-5 vandaag en dan denk ik, ja, ik heb nog genoeg goede anderen. Dus ik maak me van tevoren nooit zorgen dat ik mensen mis, want een goede selectie. Ja. Nou, top. Heel erg bedankt vanavond, moeder Overste, om te vieren. Of, Nee, ja, moeder Overste slaan we even over vanavond. We gaan gewoon lekker rustig terug naar Breda. En wel van het weekend genieten, maar vandaag een rustig avondje. Nou, super. Heel erg bedankt. Gefeliciteerd met de overwinning en we spreken je snel. Ja, graag. Hey, bedankt jullie voor de waarheid. Oké. Staat hij erop?